Wij willen echt wel aan oplossingen denken, maar wel op een manier waardoor ons verdienmodel goed blijft. Ik heb een akkerbouwbedrijf samen met mijn broer en mijn ouders in Marknesse. We telen aardappels, uien, wortels, witlof. Ik ben niet perfect, maar ik ben wel een soort van perfectionist, denk ik, dat ik dingen altijd wat goed staat, dat ik dat nog wat beter maak, zeg maar. Zoals wij hebben bijvoorbeeld in de aardappels zijn we bijvoorbeeld nu aan het kwadplanten. Dat is een soort kruislinksplanten. Ja. Dat je toch net wat anders doet. Wij hebben als boeren elkaar ook denk ik heel veel nodig. Omdat merk dat doordat je samenwerkt heb je ook met elkaar als collega boeren er vaak over. Waardoor je met elkaar eens spart over hoe je dingen aan zou pakken. En ik kan me voorstellen als je dat niet hebt, dan is het moeilijk om die informatie te krijgen. Ja. Eigenlijk het grootste ding waar ik tegenaan loop is dat we gewoon dat de politiek en ook een beetje de samenleving niet meer het vertrouwen heeft in de boer dat hij het beste voor heeft met alles. Maar uiteindelijk kunnen wij onze boterham alleen maar verdienen als de opbrengsten goed zijn en we goed voor de grond zorgen. Dat is met dieren precies hetzelfde. Als je een dier niet goed verzorgt, zal die ook nooit veel vlees of melk geven. En natuurlijk zullen er vast nog dingen beter kunnen. Ja, wij zijn ook niet perfect. Zorg voor een beleid, maar dat is ook de minister van Landbouw, maar ook voor heel Europa. Zorg voor een beleid wat continu is. Wij kunnen niet nu naar links en over 5 jaar weer naar rechts en over 10 jaar weer naar links. Dat kunnen wij niet. Mijn vader, die is nu 67, die is 50 jaar boer. En die leert nu nog steeds dingen over de bodem, hoe dingen in elkaar zitten, over de planten. En dat het toch weer anders kan als een paar jaar geleden. In de sector zit zat kennis, dus die moet je alleen ergens op gaan halen. Als jij dan het eerst zelf wiel gaat uitvinden, duurt veel langer dan dat je die ander even om advies vraagt. Je moet gewoon van elkaar dingen horen, omdat gewoon de natuur is niet te googlen. Ben je ook op zoek naar nieuwe kennis en inspiratie van andere agrariërs? Kijk op groeienaarmorgen.nl voor de mogelijkheden.